natuurlijk van Oekraïne, vijfde Frankrijk, dan Roemenië, dan Italië en dan Wit-Rusland. Het discuswerpen werd gewonnen, dat is geen verrassing, door Lars Riedel. Met 63,35 meter voor de wereld- en olympische kampioen. Die dit jaar weliswaar een schitterende 71,50 meter heeft gerealiseerd in Wiesbaden. Maar die ook drie keer al verloor. Eén keer tegen Jurgen Schult, zijn landgenoot. En twee keer tegen Virgilius Alekna. Uit Letland. Maar hier was hij opnieuw de betere voor Robert Weir. Een Engelsman. En derde was Sergej Diakov uit Rusland. I'll be back.